intelligentie. Hij is AI-student aan Utrecht en hij is ook studieassistent voor vakken zoals programmeren. En hij heeft dus een enorme interesse in hoe kunstmatige intelligentie zal gebruikt zal worden in de toekomst. Dus ik geef het woord aan jou, Toon. Dankjewel, David. Beste mensen, goedenavond. Vanavond heeft Damien het vooral gehad over het idee achter exponentiële technologie. Ik ga het iets meer hebben over de implementatie, de details over hoe dit allemaal gaat gebeuren. Ik ben blij dat jullie er zijn, ik vond me vereerd om hier te staan. Laten we beginnen. Het Spelen van God, dat was de ondertitel. En u zal zich afvragen, waarom is dat zo? Vroeger was het leven simpel. We geloofden in een God, een zichtbare man die ergens in de lucht woonde. En zocht je een verklaring voor iets, zocht je kennis, dan was het enige wat er was eigenlijk, ja, dat is zijn wil. Maar gelukkig waren een aantal mensen die waren er niet tevreden mee. Waarheid moest empirisch vastgesteld worden en logisch beredeneerd. En in de loop van de eeuwen heeft de technologie zich steeds meer ontwikkeld en hebben we steeds meer verklaringen gevonden voor allerlei dingen. Vandaag de dag zijn we zelfs zover dat we er redelijk zeker over zijn dat alle dingen, de stoel waar u op zit, het geluid van mijn stem, maar zelfs de gedachten in uw hoofd, uiteindelijk te herleiden zijn tot materie. Het zijn allemaal maar atomen. Nou, dit heeft belangrijke implicaties. Zo zijn een stel wetenschappers op het idee gekomen dat ook mensen, die ook van materie zijn, je kan alles van materie, kan je maken. Dus zodoende kunstmatige intelligentie, we kunnen mensen in theorie namaken. Maar met de huidige technologie is het natuurlijk helemaal niet mogelijk. Mensen zijn misschien wel het meest complexe ding dat er in het universum bestaat. Dus hoe gaan we dat nu doen? Gelukkig is er een andere trend gaande, waar we het over gehad hebben. Ik wil het zo illustreren. Ongeveer 6000 jaar geleden, nog een heel stuk terug, werd het wiel uitgevonden. En we hadden het wiel en vervolgens gebeurde er niet zoveel. 100 jaar later hadden we nog steeds eigenlijk alleen maar het wiel. Er kon vroeger een mensenleven voorbij gaan zonder enige technologische vooruitgang. En vergelijk dat nou eens met nu, waar de ontwikkelingen gewoon naast elkaar opvolgen. Dit zijn allemaal nog maar een paar dingen en op een gegeven moment, dit is vandaag de dag. En de zelfrijdende auto's, 3D-printen, straks misschien nanotechnologie, klonen, en dat gebeurt allemaal in hetzelfde decennium. Dus ja, het is duidelijk dat de technologie steeds sneller gaat. En dan vraagt ze natuurlijk af, hoe zal het dan in de toekomst verder gaan? Je kan natuurlijk dit extrapoleren, maar je kan ook zeggen er is een keertje genoeg. En we worden allemaal een beetje klaar met die technologie. Maar ik ga u vertellen dat het anders zit, door middel van kunstmatige intelligentie. Maar laten we eerst even kijken hoe we er nu voor staan. Wat kunnen robots? Ze kunnen redelijk lopen. Ik zal het straks nog even het plaatje laten zien. Ze kunnen redelijk spreken. Ze kunnen van geschreven tekst een praatje van maken. Jullie kennen allemaal Google Translate. Dat is ook kunstmatige intelligentie. Maar sommige dingen kunnen robots ook beter dan mensen. Zo won in 1997 onder al een robot een potje schaken van de toenmalige wereldkampioen Kasparov. En laatst is het ook gebeurd in Jeopardy. En Jeopardy is een Amerikaanse spelshow. Een soort van that's the question, waar je de vraag moet raden bij het antwoord. En autorijden is niet eens meer echt een menselijk domein. Want in Californië rijden natuurlijk de zelfrijdende auto's wel rond. Maar die maken zelfs al minder brokken dan mensen. Dus robots zijn in die dingen mensen eigenlijk al voorbij gestreven. Ja, om hem even te laten zien, het ziet er al redelijk menselijk uit, hartstikke leuk. Dit is de RoboCup, dat is een wereldkampioenschap robotvoetbal. Zoals u ziet, die man wordt gewoon voorbij gespeeld, dat is redelijk niveau van intelligentie. Dat ziet er hartstikke leuk uit. Maar goed, dat is allemaal leuk en aardig, maar er is toch iets veel significanter aan de gang.
waar ik het nu over gehad heb, dat is allemaal weak AI. Het verschil tussen weak AI en strong AI is, AI is natuurlijk kunstmatige intelligentie, maar dan in het Engels, is dat computers hebben de neiging om slechts beperkte input te kunnen verwerken. Hè? Neem bijvoorbeeld een computer die geprogrammeerd is om van 10 getallen het gemiddelde uit te rekenen. Je geeft hem 10 getallen, je krijgt er een mooi gemiddelde uit. Het probleem is alleen, geef je hem 11 getallen, geef je hem een woord, dan weet zijn computer niet meer wat hij ermee aan moet. Dus de breedte van zeg maar, de informatie die naar binnen komt, die is heel beperkt. Dit in tegenstelling tot mensen. We hebben de fotonen op ons netvlies, ons zicht. We hebben geluidsgolven in onze tromvliezen. We hebben beeld, we hebben geur, we hebben smaak. We hebben ontzettend veel informatie waar we allemaal iets mee doen. En als u erover nadenkt en om u heen kijkt, hoeveel pixels ziet er wel niet in uw gezichtsveld? En daar doen wij per seconde ontzettend veel mee. Vervolgens zetten we al die informatie om in ontzettend veel handelingen. Wij mensen kunnen koken, we kunnen oorlog voeren, we kunnen ruzie maken, we kunnen praten, we kunnen overleggen, we kunnen eigenlijk bijna alles. Dit is het verschil tussen weak AI en strong AI. Strong AI kan in principe met alle soorten informatie, alle soorten input, kunnen we daar wat mee. En dit is het doel van kunstmatige intelligentie. Een strong AI. U kent het wel van de films. Robots die alles kunnen wat mensen kunnen. Misschien soms hebben ze geen emotie, maar in principe kunnen ze al die vaardigheden, die kunnen ze nadoen. We hebben op een gegeven moment hebben we dus een punt waar robots op hetzelfde niveau komen als mensen. Het verschil is alleen, kijk, wij mensen hebben nogal beperkte hardware. We hebben onze hersenen en we kunnen niet zomaar even wat meer geheugen in pluggen, waardoor we beter kunnen nadenken. Dat is natuurlijk niet zo met robots. Daar kunnen we zo wat extra geheugen toevoegen en dan worden robots nog net iets intelligenter dan mensen. Met andere woorden, robots zullen vlak na het punt dat ze even intelligent zijn als mensen, zullen ze ons voorbij gaan. Dit is natuurlijk heel fijn, tenminste. Ik denk dat het positieve gevolgen heeft, want wij kunnen dat gebruiken om moeilijke menselijke problemen op te lossen. Robots kunnen voor ons moeilijke wiskundige theorieën bedenken of diagnoses stellen waar mensen net niet bij kan. Of het ultieme businessplan bedenken. En hoe gaat het? Kijk, dit is waar ik me mee bezig hou, het ontwikkelen van strong AI. Onderzoekers in strong AI hebben heel andere uitdagingen dan onderzoekers in weak AI. Weak AI kijkt vooral naar verschillende vaardigheden, zoals autorijden, en probeert ze te programmeren in een computer. Maar strong AI probeert het onderliggende systeem te begrijpen. Het generale intelligentie die wij mensen hebben, die wij overal kunnen toepassen. En probeert systemen te bouwen die ook een soort van deze intelligentie hebben. Het veld is nog jong. Een probleem op dit moment is, hoe meet je nou eigenlijk voortgang? Het is heel makkelijk om te zien of een robot even slim is als een mens. Je kan hem bijvoorbeeld naar school laten gaan en kijken of hij slaagt. Of je kan de Turing-test toepassen, waar ik het nu even niet over heb. Het is heel moeilijk om te kijken of een robot half zo slim is. Hoe kan je nou zien of je 50% van menselijke intelligentie hebt? Dat is natuurlijk heel moeilijk te meten. Dat weerhoudt dus in ieder geval om het toch te proberen. En dan heb je in die systemen die worden opgebouwd, heb je verschillende stijlen. Je hebt een soort van bottom-up stijl, waar mensen proberen een systeem te bouwen van niks. Die met al die input, al die sensoren, al die informatie, die daar iets van maken. Die proberen daar een begrip van te maken en vervolgens voorspellingen te doen of theorieën te bedenken. Een andere theorie, een andere manier om dit te doen, is de universele manier. Er is namelijk een wiskundige definitie van intelligentie. Het probleem van deze definitie is dat als je hem in een algoritme wil vatten, dat het extreem veel computatie, extreem veel rekenkracht kost om het te laten werken. Je zou een supercomputer ter grootte van de zon moeten hebben
om een dergelijk systeem te kunnen hebben. Maar het idee dus van de universele stijl is dat je dit algoritme probeert te versimpelen, waardoor het ook op een normale computer te runnen is. Maar goed, nou, stel je voor, we komen een keer op het punt dat we een computer hebben die op het niveau van de mens zit, misschien nog net iets intelligenter, dan gaat er iets ontzettend significants gebeuren. We moeten zo kijken, een robot die alles kan wat een mens kan ook een dergelijke robot ontwikkelen. We hebben het als mensen immers gedaan. Die robot die ontwikkelt waarschijnlijk een robot die nog net iets intelligenter is dan zichzelf. Immers hebben wij als mensen van, ik noem maar even, een IQ van 150, een robot gemaakt met een IQ van 170. Dan zou een robot met een IQ van 170 een robot kunnen maken met een IQ van 190. Nou, dit gaat zo verder. Hè? De IQ van 190 maakt een IQ van 120 of 210 robot. En dit proces zal zich herhalen, tot we een soort van superintelligentie hebben. Dit is het punt waar het menselijk leven, de maatschappij, er heel anders uit gaat zien. Kijkt u eens bijvoorbeeld naar een aap. Zoals wij naar apen kijken, zal die robot naar ons kijken. Wij zullen zeer lage intelligentie hebben vergeleken met die robot. En die kan natuurlijk problemen voor ons oplossen waar we niet eens weten dat we die hebben. Die kan de maatschappij radicaal anders voor ons inrichten met de kennis die we van een dergelijke superintelligentie kunnen krijgen. Ik ben even de wetenschap langs gegaan. Stelt u eens voor, een team van 100 wetenschappers met de intelligentie van Einstein, die 100 jaar gezamenlijk werken aan een probleem. Nou, dan kan je er redelijk zeker van zijn dat dat probleem, dat ze de beste oplossing vinden voor zo'n probleem. Een superintelligentie zou een dergelijke oplossing in een kwestie van seconden kunnen berekenen. Dus ik heb even gekeken naar wat hebben de huidige wetenschappen laten bieden als we ze in één keer zouden kunnen oplossen. Dus ik heb even een lijstje gemaakt. Nou, logica en wiskunde, dat is natuurlijk een beetje de basis. Dus dat zijn geen concrete problemen die ze oplossen. Maar ze kunnen wel een goede basis leggen van andere wetenschappen. Maar dan wordt het heel spannend. Natuurkunde, scheikunde, het ontwikkelen van nanotechnologie. Sterke materialen ontwikkelen. Nieuwe manieren vinden van energie opwekken. Dan heb je biologie, het genezen van alle ziekten. Het radicaal verlengen van het leven. Dat team een fitnessprogramma ontwikkelen, drugs ontwikkelen zonder negatief gezondheidseffect. Psychologie, het genezen van depressie en verslavingen, het voorkomen van crimineel gedrag, het radicaal verhogen van intelligentie, ver ontwikkelde positieve psychologie. Nou, daar heb je de sociologie. Het beste beleid vinden voor het welzijn van iedereen, het voorkomen van economische tegenspoed, technocratie. Nou, daar heb je aardwetenschappen. De oplossing vinden voor de opwarmende aarde, het effectief bestrijden van vervuiling, astronomie, ontdekken hoe het universum is ontstaan en hoe het zal voortbestaan, leefbare planeten vinden om te bevolken. Dit is slechts een kleine greep van de problemen waar de wetenschap op dit moment mee bezig is. En al die dingen zal een superintelligentie in een kwestie van seconden kunnen oplossen. Kunt u zich nu voorstellen in wat voor maatschappij wij zullen leven als een dergelijke intelligentie, als wij daar iets mee kunnen doen. En daarnaast heb je natuurlijk ook gevolgen voor het leven zelf, niet alleen de wetenschappen. Dit is een greep uit de banen op dit moment. En de kans dat ze, of in ieder geval de mogelijkheid, dat ze geautomatiseerd worden. Het zijn meestal banen uit de middenklasse. En er komt dus een beetje een probleem aan. Naarmate robots intelligenter worden, zullen vooral deze banen zullen heel makkelijk geautomatiseerd worden. Heel veel mensen zullen dus een baan kwijtraken, waardoor er alleen nog maar een elite is en een grote onderklasse die wel werk doet dat alleen mensen kunnen doen. Zoals
als persoonlijke dingen. Nou, we zullen dus de maatschappij moeten hervormen om dit soort dingen tegen te kunnen gaan. Want we willen natuurlijk niet dat we straks een maatschappij hebben die ontzettend ongelijk is. Maar goed, dan hebben we het alleen nog maar over robots die nog een beetje slimmer zijn. Maar als we straks robots hebben die net zo intelligent zijn en intelligenter zijn dan mensen, dan zullen die eigenlijk alle banen kunnen overnemen. Nou, er zijn misschien een paar banen die echt heel menselijk zijn. Hey, ik weet niet of ik een robotclown leuk zou vinden. Maar goed, we kunnen ervan uitgaan dat de meeste van jullie, iedereen eigenlijk, vervangbaar is in de toekomst voor een robot. Dus we zullen als mensen nieuwe manieren moeten vinden om betekenis te geven aan ons leven als we geen werk meer hebben. Maar goed, ik ben hier eigenlijk over sociologie nog niet zo'n expert, dus ik raad u aan om dat boek te lezen. Nee. Nou, u vraagt zich natuurlijk af, al die radicale veranderingen, wanneer gaat het nou eigenlijk gebeuren? En ik wil graag een educated guess doen. Ja, 2030 gezegd, ik kwam er ook op uit. Het is namelijk, het is Moore's Law. En voor wie dat nog niet kent, Moore's Law voorspelt al tientallen jaren dat de rekenkracht van computers in elke 18 maanden verdubbelt. Nu is het zo dat Watson, de computer die in Jeopardy heeft gewonnen van een mens, ongeveer 1000 keer zo weinig rekenkracht heeft als een menselijk brein. Ze hebben dat kunnen vaststellen, dat het menselijk brein heeft een bepaalde mate van rekenkracht. Nou ja, 1000 keer. We kunnen natuurlijk uitrekenen hoe vaak zal Watson moeten verdubbelen in rekenkracht voordat hij op het niveau van een mens zit. Nou, ik zou de berekening besparen, dat is nog 15 jaar. We leven nu in 2015, dus als de singulariteit volgens schema gebeurt, dan zal het ongeveer inderdaad in 2030 gebeuren. Ja, een ontzettend turbulente toekomst dus. Radicale groei. Nieuwe verlichting zou het kunnen noemen. En u zult het waarschijnlijk allemaal meemaken. Ik zie geen oude mensen in de zaal. Dus, ja, dus we zullen nog langer gelukkig leven. Dat is mijn voorspelling. Dank u wel. Dan is het geprojecteerd zo. Ik vond het mooi. Een beetje duister, maar een beetje als een dystopische film. Ja. Ja, ik vond het zelf wel mooi, maar... Ja, kwestie van smaak. Ja. Hoe heb je dit bedacht dan? Zeg je? Hoe heb je dit bedacht dan? Hoe ik dit bedacht heb? Ja. Op basis van de voorspellingen van mensen die in het vakgebied werken, Ray Kurzweil werd al genoemd. Er zijn theorieën die inderdaad aangeven, in theorie is het mogelijk om een mens te maken. Intelligentie heeft een wiskundige definitie. Dus het is eigenlijk een zekerheid dat we het op een gegeven moment een keer kunnen namaken. Heb ik zo je vraag beantwoord? Hoe zeer is Tron op AI en big AI? Volg je nu reinforcement learning, supervised learning, unsupervised en deep learning? Ja. Ja, maar wat valt onder strong AI volgens jou? Of is dat juist ook een nieuwe vorm in de toekomst wat echt strong AI is en niet big AI? Ja, het bepaalde verschil tussen strong en weak AI is dat strong AI eigenlijk alle vormen van input kan handelen, als het ware. Geen straling of zo, maar goed, wij mensen kunnen, als wij geconfronteerd worden met iets compleet nieuws, dan kunnen wij alsnog iets van inductie op toepassen, dan kunnen wij het alsnog begrijpen. In tegenstelling tot weak AI, die echt een bepaalde vorm van input nodig heeft om goed te functioneren. Die vormen van leren die je net opnoemt, eerlijk gezegd, weet ik niet. Voorbeeld zou zijn voor elkaar. Bijvoorbeeld dat nu voor een computer moet je nummerspot ingeven. Dus 2 plus 3 is 5. Ja. Als je echt tegen een computer gaat intypen 2 plus 3, gewoon letters, weet ik niet wat je ermee aan moet. Ik denk dat de strong eigenlijk dus wel zou moeten kunnen. Dat is een beetje het verschil uitmaken. Ja, dat is inderdaad het verschil, ja.
computer loopt op een binair systeem. Ja, maar als jij een creatie met 2x3 in kan vullen, gewoon met letters, dan zal jouw rekenmachine die geen pijn uitgeven. Dat is ook echt cijfers nodig moet hebben. Ja, een rekenmachine kan natuurlijk niks met beeld, bijvoorbeeld. Ja. Ja, een mens kan overal iets mee. Ik kan, nou ja, alle vormen van input kunnen ze iets van begrip maken. Je bedoelt het eigenlijk dat Strong AI hetzelfde is als generale intelligentie, terwijl weak AI meer nauwe intelligentie. Juist, ja. Dat is een ander woord voor Strong AI. Ja. General intelligence. Ja, dus in het algemeen is technologische vooruitgang tot nu toe zeer positief. Artificiële intelligentie is echt zeer gebouwd. Ja, en dus je hebt waarschijnlijk het boek Superintelligence van Nick Bostrom gelezen, maar je hebt hier niets in feite gezegd in verband met de gevaren van artificiële intelligentie. Ik heb inderdaad. En, ja, dus ik zou graag iets kunnen van wat is jouw mening over wat is de beste oplossing om de risico's te verlagen voor ons? Ja, ten eerste hebben mensen vaak de intuïtie dat als een robot zo intelligent wordt als een mens, dat ze dan ook de verlangens en de motivatie hebben van een mens. Dat is niet waar. Intelligentie en gevoelens zijn totaal andere dingen die niet per se. Natuurlijk, ze gaan tot nu toe altijd gelijk. Dieren hebben het ook. Ze zijn intelligenter en ze hebben ook een drive om te overleven. Maar een machine is niet zo geëvalueerd dat ze een drive hebben om te overleven. We hebben dat ook niet ingeprogrammeerd, dus hij zal ook niet proberen macht te krijgen van mensen. Maar er zijn nog andere dingen die kunnen gebeuren. Stel je voor dat, u kent misschien het voorbeeld, stel je voor dat wij een robot programmeren om zoveel mogelijk paperclips te maken. En we maken deze robot intelligent. Op een of andere manier wordt het een superintelligentie door zichzelf steeds te verbeteren. Het probleem is dan dat het doel van die robot nog steeds is zoveel mogelijk paperclips te maken. Het hebben van doelen heeft niks te maken met intelligentie. Dat is een dierlijk en menselijk iets dat we door onze evolutie is ontstaan. Instinct. Ja, instinct. Maar goed, zo'n robot zou dan als enige instinct hebben zoveel mogelijk paperclips maken en zal mensen uit de weg, zal waarschijnlijk machines gaan maken om paperclips te maken. Ja, precies. Dus je zou ook menselijke materialen en zo gebruiken om paperclips te maken en zo op een gegeven moment de hele aarde overnemen om maar zoveel mogelijk paperclips te kunnen maken. Dus het idee is, we moeten de robot een intelligent doel geven, want als dat fout gaat, dan neemt ze de wereld over voor een of ander triviaal doel. Dan stuurt toch gewoon een ruimte in. Ja, zo'n robot is zo intelligent dat hij dan gewoon weer terug kan komen. Ja. Ik kan het geluk. Eigenlijk, mensen zeggen nog wel eens van ja, dan halen we van de stek eruit. Maar dat gaat ook. We kunnen ook niet zomaar het internet van zo'n robot afhalen. Alles wat wij bedenken, heeft zo'n robot al door, aangezien hij een hoge intelligentie heeft. Dus je kan per definitie niet te slim af zijn. Het enige wat we kunnen doen, is het doel bepalen van die robot. En we moeten dus zorgen dat het een zo'n intelligent mogelijk doel is. Stel je voor dat we hem als doel geven, maak mensen zo gelukkig mogelijk. Dan zal hij waarschijnlijk ons allemaal opsluiten ergens en ons gewoon met zoveel mogelijk drugs voeren. En ja, dat willen we natuurlijk ook. Dus dat is een beetje de grootste uitdaging van kunstmatige intelligentie. Om een doel te formuleren voor zo'n robot, waardoor wij ons leven normaal kunnen leiden en er alleen maar baat bij hebben. Ja, inderdaad. Ja, zeg het maar. Als wij dus een mens kopiëren, wat je dus net aangeeft, wat gewoon mogelijk is en wat dus Strong AI zou moeten brengen. Dan begrijp ik je hele standpunt niet van je geeft hem een doel en dan blijft hij bij dat doel. Want dat is bij een mens namelijk ook niet zo.
het voldoende idee om dat doel te veranderen. Daarnaast was het dezelfde idee dat jij hebt gezegd van nou, stel je voor we hebben strong AI en we hebben aan de andere kant al die wetenschappers van vroeger die daar 100 jaar over een bepaalde probleem hebben gedaan. Ja. Nou, dat zetten we nu allemaal in AI en die lost dat op in een paar seconden. Ja. Alleen wat je daar dan wel vergeet is dat die mensen dat allemaal hebben gedaan, die wetenschappers, met de drive, met de motivatie, de emoties, de menselijke drive, waarvan jij aan de andere kant zegt van ja, maar die geven we niet aan die robot, die artificiële, die intelligente robot. Ja. Dus dat matcht niet helemaal. Ja. Nou, ik kan niet per se over drive als in iets wat je voortbeweegt, maar over... Een overlevingsdrang bijvoorbeeld. Ja, ik heb het eigenlijk vooral over het hebben van een uiteindelijke doelstelling. Mensen hebben die ook. Dat is evolutionair bepaald. Dat is overleven en reproduceren. En zo hebben wij allerlei motivaties die indirect leiden tot overleven. Maar je mag toch verwachten dat iemand die dus hoog intelligent is, sneller die niveaus ontstijgt van de basis overlevingsdoelen. En die zal daar een nieuw doel aan koppelen. De piramide zal jou al bekend zijn. Nou, op een bepaald moment dan ga je door jouw intelligentie en alles erop, zul je op een hoger niveau terecht gaan komen. En dan dan kun je je eigen doelstellingen neer gaan zetten. En dan kom je misschien tot het idee dat die paperclip helemaal niet zo belangrijk meer is. Ja, maar dat is dus wat losgekoppeld kan worden. Intelligentie en het hebben van doelen zijn dingen die los van elkaar staan. Mensen hebben het natuurlijk allebei en dat heeft heel veel met elkaar te maken. Er is veel interactie tussen. Die heb je gekopieerd, die mens. Dus die computer heeft ook hetzelfde. We willen vooral de intelligentie van de mens kopiëren. Oh, je wil niet de hele mens kopiëren. En niet de drives, nee. En niet de emotie ervan. We willen eigenlijk alleen maar het kunnen denken, het begrip van abstracte dingen wat wij mensen hebben. En dan heb je een verstandelijke beperkte gecreëerd. En die hebben we al. Maar serieuze autist bijvoorbeeld. Ja? Neem die Blue, de beroemde computer die Kasparov heeft verslagen. Op zich is hij in principe nog is hij te hanteren. Ja. Maar hij kan wel vrijwel elke schaker verslaan. Dus dan wordt het te nuttig gemaakt. Het is nog handelbaar. Het staat in dienst van de mens. En het is onder controle. Eigenlijk is dat het doel. Het grote verschil is een beperkt aantal variabelen. En je is makkelijk uit te rekenen. Ja. Daar is de statistiek onder andere om. Ja, maar op die manier kun je robots hun eigen nietje geven. Dus de ene berekent. Schaak zetten en de andere gaat voor medische technologische dingen. En dat is hoe we het op dit moment doen. Dat zijn geen generale intelligentie, dat is weak AI. Hè? Dat zijn gewoon het oplossen van specifieke menselijke handelingen en dat programmeren. En dat is ook wat die schaak doet, dat is ook weak AI. Maar wat wij dus wat de bedoeling is een strong AI, een robot die in principe alle mogelijke problemen, ook problemen die we niet voorzien hebben, zou kunnen oplossen, zoals een mens dat. Is er al een voorbeeld van zo'n soort robot die op dit moment bestaat? Nee, nee. Dus dit is alleen maar theorie? Ja. Sorry, maar dit is het niet helemaal. Zeg maar de opvolger van serie. Die programmeurs die zijn nu inderdaad een nieuwe serie aan het ontwikkelen. Maar die kan zichzelf ook opnieuw gaan programmeren op bepaalde gedeeltes om slimmer om te gaan met zoekopdrachten. En ik denk dat is denk ik een heel voorzichtig voorbeeld van strong AI, want ik ben benieuwd namelijk, voor mij is het nog niet helemaal duidelijk wat strong AI precies is. Maar wanneer zeg maar een programma zichzelf kan met bepaalde stukjes van herprogrammeren zodat hij beter antwoord kan geven op bepaalde zoekopdrachten, zie jij dat onder strong AI bijvoorbeeld, of is dat dan nog steeds weak AI, of is dat het grijze gebied? Nee, dat zie ik nog steeds onder weak AI. Strong AI is echt iets wat met alle problemen, ook onvoorziene problemen, kan omgaan. Dus ook als het geen zoekopdracht is, maar als je een high five geeft, dat hij daar ook op kan reageren.
En gewoon alle mogelijke problemen. Dat ze dat zo'n AI kan eigenlijk alle data begrijpen. Je kan inductie toepassen op alle vormen van data. Dat is een beetje het idee. Maar dan kan hij zichzelf dus ook gewoon herprogrammeren. En zijn doelstelling kan hij veranderen. En als hij, ook al zou je dat niet kunnen, dan zou je theoretisch een programmeerkind kunnen krijgen. Waarop hij dan nieuwe doelen meegeeft. Ja, het, dat klopt. Hij zou zijn doelstelling kunnen veranderen, maar hij zal nooit de reden hebben om dat te doen. Waarom niet? Ja. Ik denk ook dat er een verschil is tussen de informatie die zo'n robot dan bezit, of hij dat ervaart, of dat hij het puur weet, of kent, of bevat. Dat hij zeg maar kan zeggen, ik pas informatie toe. Bewustzijn. Bewustzijn in dit geval, maar hij kan zeg maar, als je emotie neemt, dat hij emotie zou kunnen begrijpen en erop kan reageren, maar dat hij het niet zelf per se ervaart. En dat hij daarom alles ziet als een informatiebron. Dat hij dan op kan reageren en van de Chinese group, zien wat hij wil. Dat is denk ik. Het gedachte-experiment van John Searle, dat komt heel erg neer op wat jij zegt. Van, zeg maar, als je een man zet in een kamer en vervolgens geef je hem perfecte regels voor die Chinees moet vertalen, zonder dat die man Chinees begrijpt, en je geeft hem kaarten erin die geschreven zijn in het Chinees. Die kan die perfect vertalen en een antwoord geven, zonder dat hij weet wat er daar staat. Dus je hebt het denk ik waarschijnlijk over een computer die zeg maar, zich bewust is van wat hij doet, of alleen een zeg maar, zielloze robot die data verwerkt, zonder dat hij daadwerkelijk zich bewust is van iets wat hij doet. Nou, ik wil jou een vraag stellen. Stel je hebt een, je bouwt een mens na zo exact mogelijk, dus misschien niet van biologisch materiaal, maar je bouwt wel precies de hersenen na en het lichaam en je zet hem aan en heeft zo'n robot, mens, dan gevoelens en bewustzijn. Dat kunnen we niet weten, maar dat kunnen we ook niet van andere mensen weten. Nou, nee. Okay. Ja, het punt is, als het nou niet zo is, dan klopt het hele materialisme van. Als er niet dat bewustzijn volgt uit hoe wij opgebouwd zijn, dan moet er wel een ander soort materiaal zijn nog, een soort van dualisme, waar dat bewustzijn dan vandaan komt. En ik ben geen expert over materialisme, maar het is wel het idee dat dat waar is. Materialisme is heel makkelijk te verleggen door een heel simpel gedachte-experiment, dus dat is een probleem. Maar wat ik wel benieuwd aan ben, je gaf het voorbeeld van de high five, zeg maar. Ja. Van, dus als je strong AI dus een high five wil geven, dan moet je gaan begrijpen van hey, je moet dus een high five terug gaan geven. Ja. Dus daar zit nieuwsgierigheid ook in, nieuwe dingen leren. Openstaan voor nieuwe kennis. En dan wil je denk ik juist, als dat programma, zou je jezelf willen uitbreiden. Ik denk dat er al een aantal mensen hier zitten die dat zouden willen, die vrij intelligent zijn. En strong AI, denk ik juist ook, hoe meer informatie je hebt en hoe efficiënter je dat kan gebruiken, hoe intelligenter je in feite ook kan reageren. Ja. Ik wil eigenlijk even binnenhaken, want zeg maar, ik denk dat het verschil tussen wie een strong AI daarin is, bijvoorbeeld bij Leap AI, zou je bijvoorbeeld kunnen voorprogrammeren dat wanneer je bijvoorbeeld een beeldsignaal ziet van een camera, en dat hij dan een high five kan geven, dat hij dan zeg maar, dat hij omzet naar een wat compactere code en dat hij dat gaat vergelijken met een hele database van plaatjes die je op je mobiel hebt en wat dit niet. En zeg maar, als je dat erin programmeert en die aan de hand van die vergelijking tot de conclusie komt dat zeg maar een high five een soort een goed signaal is tussen de mensen, dan kan je dat terug. Maar dat is dan wel een beetje Leap AI, dat je voorprogrammeert van wat zo'n wat Siri doet, wat de volgende van Siri, wanneer je zeg maar onderin de informatie presenteert. En het zou strong AI zijn als je niet had voorgekomen, maar in de database te verzoeken naar die informatie. Dat is denk ik een beetje het verschil. Omdat zeg maar, strong AI zelf met zeg maar, een oplossing kan komen van hoe die zeg maar, een onbekend fenomeen gaat aanpakken. Dat je niet hoeft te vertellen van tevoren of niet te programmeren dat hij zeg maar, een database moet gaan zoeken, of dat hij zeg maar, een signaal moet gaan vergelijken met bekende signalen. Maar als hij helemaal zonder al die voorgeprogrammeerde dingen, alsnog zeg maar zelf iets mee kan handelen. Dat is wel een goeie, want dat is de vraag, uit welke cultuur komt hij dan? Want die high five, die betekent in onze cultuur iets.
maar in een andere cultuur compleet iets anders. En als hij dus niet naar het internet mag, als hij dus niet een database mag doorzoeken,